Pascal, hoe ging de race? Ja, voorspoedig. Was het nerveus? Rustig? Hoe heb jij het ervaren? Ah, ik was echt vreselijk nerveus. Echt, ik denk nou dat ik na één rondje door had dat ik gewoon bijna door ging vallen. Want het was echt soms niet normaal. En gewoon stilstaan soms in één keer doordat iemand... Maar geen valpartij, maar gewoon dat iemand zo hard rende. Niet normaal. Hoe ga je daarmee om? Want je moet jezelf wel koest houden uiteraard. Ja, als Nederlander hebben wij wel goede kunst in het peloton. Dus kom maar goed kalm houden. Wat was het moment in deze wedstrijd? Ja, het moment dat Leo rustig op kop reed eigenlijk. En toen dacht je? Hij reed met 4 man weg. En ik denk, Leo, nou, ga er maar naartoe. En ja, ik kreeg niemand mee. En alleen Leo sprong met mij mee en toen waren we weg. En het gevoel toen, dacht je toen van yes, dit is hem? Ik dacht wel even van, als we nu echt gewoon door, volle bak doorrijden, dan kunnen we ver komen. En dat was ook het geval? Ja, toen de laatste ronde inging en het was een minuut, toen dacht ik van, naar het podium is al binnen. Dus dan gaan we voor het hoogst haalbare. Goed, maar onderweg spreek je af met z'n tweeën van, kom, we gaan volle bak vooruit. Of hoef je niet met elkaar te kletsen? Ja, je klets niet, maar het is echt gewoon van go, 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 push, push. En dat de hele tijd door. Ja, maar je zit allebei helemaal verrot. De laatste kilometer, kan je die eens beschrijven? De laatste kilometer, we schudden handje. Gewoon sprint met twee. Of handje schudden, allerlei succes wensen. En ik kwam niet meer op kop. En ik ging aan, maar het was, alles was op. Ja, de tank was helemaal leeg. Ja, ik kreeg kramp in mijn kuit, maar ja, ik was al blij met zilver. Hij ook, zei hij. Als hij tweede was geworden, was het ook al. Maar ja, hij was net iets sterker. Goed, zilver hier in Utrecht bij de EOF. Is dit jouw grootste prestatie ooit? Kun je wel stellen, ja, denk ik. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Nou, geniet ervan. Zal ik doen. Kijk.